De jongen, mijn buikspieren naar een tweeling. Of het rendabel is om het zelf te doen. Heel veel mensen zullen dit alvast hebben uitgezocht. Maar goed, dit is familieberaad. Familieberaad? Sfeers. Sfeers. Nee, daar zitten geen lollies in, maar dat pakketje gaan we even wegbrengen. Het resulteert dat ik nu al 3 dagen helemaal kapot ben. Gisteren paniekaanval voor het eerst weer sinds weken in de auto gehad. Een jetje! Ja, dat heeft YouTube ook, ja. Al de leven in de glorie. Ja. Oh, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe vlog. Zeg ik jongens en meisjes. Ik denk dat alleen maar dames kijken. Power woman en power man who's looking at this vlog. Ik ben net, volgens mij hoor je alleen maar gekraak. Ik ben net klaar bij Sharon. Oh my goodness, zij heeft me toch weer wereldtips gegeven. En het was ook gewoon echt weer de basics. Met mijn buikspieren, jongen. Mijn buikspieren naar een tweeling. Weet je, I don't care hoe mijn buik eruit ziet. Echt waar, ik meen het. Dus het maakt me echt niet uit hoe de mensen in de zaal mijn buik zien als ik hem heen en weer schiet en zo. Maar ik was het gewoon weer even kwijt. En Sharon zit helemaal vol tot en met de zomer. En toen zei ze, maar ik heb 1 uitvallen vanavond. Ik zei, doe het. Dus ja, ik ben helemaal happy. Ik ga nu lekker naar huis. Ik heb net bij de Albert Heijn, want morgen is het Valentijn, heb ik van Lindt crème brûlée chocola gekocht. En ik kan het toch niet laten om morgen stiekem Stefan toch even een kleine geitje te geven. Want oh my goodness, wat is die man een held nu in mijn leven. Echt heerlijk lopen in deze steegjes, maar niet heus. Dus ik blijf maar gewoon vloggen. Jullie zijn bij me. I'm safe with you guys. Stefan zei ook, je moet me echt appen als je in de auto zit. Maar jullie zien me ook niet. Maar goed, ik heb net bij de Albert Heijn dus die gehaald. En ik ga hem... Oh, kan ik nu niet inpakken. Misschien slaapt hij al. Kan ik het even inpakken? Laat ik zo thuis even zien. Want ik heb mijn handen vol. En Tony's natuurlijk. Maar hierachter zit die Lindt chocolade. Dus als je van crème brûlée houdt... Die heeft ook echt de crunchy stukjes erin zitten. Ik hou er niet van. Dus dat is ook safe voor hem. Want dan eet ik het ook niet. Ja, dus... anyway... Ik ben weer helemaal blij. Het was mijn buik die ik moest gebruiken. En het was, even denken hoor, ja, mijn buik. Oh ja, en omhoog kijken. Da! En nasaal, nee, niet nasaal, zingen. Dus jullie slappen er misschien niks van, maar ik wel. Oh, het was echt heerlijk. Nou, snel naar huis en dan ga ik... mijn bedje inkruipen, want het is al 9:30. Wow. Ja, 9:30. Het is 9:15. Bijna 9:30. Maar goed. Mijn arm wordt lam. Oké, hier krijg ik echt energie van. Ik ben echt happy de peppy. Het halen al mijn gedachten en dingetjes ook weg van morgenochtend. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oké. Helemaal lekker toch? En ik had dit inpakpapier. Nou, geweldig. Wat zeg je? Echt niet normaal. Wat heb je gekregen van mij? Sorry, mijn flit staat aan. Happy Valentijn, liefje. Ik ben nu voor mijn werk. Autorit ging echt super goed, dus ik ben weer echt super blij. Echt super dankbaar. Want daar ben ik eigenlijk het meeste zenuwachtig altijd voor de autorit. Dus ik ga nu even een uurtje heen en dan is het gedaan. Ik ben weer thuis. Ja, was een heel goed uurtje, was lekker, was mooi, was prima. Alles is goed gegaan. Heerlijk. Lekker plan opgezet, daar hou ik van. En ben nu weer terug bij mijn schatjes. En
Ja, ik ga er wel heel kort toch door de bocht, hè. Als ik zeg prima, alles goed. Ja. Ik had gewoon geen stress, niks. Dus dat was gewoon super fijn. Dus daarom merk ik dat het ook gewoon echt veel beter met me gaat. Ik ben nu hapjes aan het geven. En net weer banaan en peer gegeven. Want ik ben nu aan het testen of echt fruit goedkoper is dan potjes. En groente goedkoper is dan de potjes. Want vlees is tegenwoordig ook duurder. En in potjes zit vlees. En zit alles wat ze eigenlijk nodig hebben. Nou ben ik er wel achter dat met fruit één banaan en één peer is bijvoorbeeld 200 gram. Ze moeten 200 gram hebben. Nou, één appel en één peer is niet 1 euro zoveel als een potje. Maar als de potjes in de aanbieding zijn... Kijk, je moet toch een hele tros bananen kopen. En een hele... hoe heet het? Tree met peren. Dus... ja, het is om het even. Als de potjes in de aanbieding zijn, dan is het natuurlijk wel denk ik, goedkoop. En ook makkelijk, maar ook goedkoop. Maar Lou krijgt nu avocado, bevroren avocado. Echt een tip. Veel goedkoper dan gewone avocado. Blijft goed. Ziet er mooi uit. Heel vers, lekker. En heel fijn. Dan kan je ook zelf de smoothies doen. Dus avocado en peer. Maar je had net weer een stukje banaan gehad. En kreeg gewoon wat vlekjes. Dus ik zal even laten zien hoe dat dan eruit ziet. Hier komt dan zo'n vlekje. Ga je de telefoon pakken? Hier komt dan zo'n vlekje. En dan het witte is dan een palmpje. Oh, je telefoon pakken. Kijk, en daar zit nog een snoet. Hey. Oh, je wilt eten. Wil je eten? Wil je nog een avocado? De peer is hier een beetje bedenkelijk over. Lou, die is echt heel kieskeurig met zijn eten. Jess, die eet alles. Jij eet alles, hè. Je vindt niks erg. En Lou, die vindt sommige dingen echt niet te vreten. Maar hij heeft wel honger, dus hij eet het dan wel. Jullie worden groot. Jullie zijn aan het groeien. Ik zit even met deze snuit. Yeah. Ik was net even lekker bij Marielle geweest. Voordat ik Libby ging halen. En de zon schijnt lekker. Dus ik ben er al 2 dagen op de fiets aan het halen. Echt super lekker. Ik ben helemaal kapot van vanochtend. Helemaal gesloopt. Ik merkte ook al dat ik net 3 kwartier aan het inkakken was. Toen dacht ik, wow. Vergt echt heel veel energie van je. Niet voor niks dat je het moet opbouwen. Maar, that's okay. Het liefste lig ik nu eigenlijk in bed en ga ik even slapen. Maar ja, dat kan niet. Steven is nu werken. Ze zit nog lekker in de pyjama. It's okay. Ik heb wel mijn puzzel af. Deze puzzel is wel echt heel leuk. Ja, er gebeurt altijd van alles. En Libby vindt het echt zo leuk om op die doos te kijken. En om te kijken wat er allemaal gebeurt. Dus ze zag natuurlijk al de dokter. Ja, echt geweldig. Dus, en ik heb nu 2 nieuwe puzzels van mijn schoonzus gekregen. Van Marielle. Het zijn kerstpuzzels. Maar ik heb... ik ben nu gewoon echt te moe. Het is gewoon Valentijnsdag vandaag. Steven vond die chocola zo lekker. Dus dit is hem. Geweldig. Maar hier is dus die dokter. Echt fantastisch. Ik ga hem weer afbreken. Je kan hem gewoon zo weer op plaat oppakken. En dan gaan we weer een nieuwe beginnen, maar niet nu. Ik ben nu te moe. In de zon zie je ook altijd dat je je ramen moet wassen. Ik heb vorige week deze kant gedaan, maar het moet.
echt daar was ze. Dit was 2,70, 1,80 en 3,70 euro. Ik heb al bij elkaar opgeteld en ook met die wortelen. En ik ga even kijken hoeveel ik eruit krijg voor de kinderen. En tegenwoordig is een overrietpotje ook 1,50 of zo. Ik moet even goed uitzoeken. Maar dat ga ik zo meteen in het eindresultaat, wanneer ik hoeveel gram eruit krijg qua pureren. Of het rendabel is om het zelf te doen. Heel veel mensen zullen dit alvast hebben uitgezocht. Maar goed. Kan het ook zelf doen. Ik vind het ook leuk. Dus ik ga even kijken hoe dit zich uitpakt. Oké, ik heb het gepureerd en gewogen. Hier staan de bakjes. 400 gram, 400 gram, 400 gram, 400 gram, 200, 200, 200. Want ik had geen andere bakjes. Dus dat is voor 1, 2, 3, 4, 5 en een halve dag heb ik nu avondeten voor ze. Voor, dus niet voor 7, maar dagen. Maar voor sowieso voor 5 dagen eten. Voor 12 euro. Zonder vlees er nog bij. En ik zag bijvoorbeeld nu dat bij de Albert Heijn, de AH Bio, 80 cent per potje is, 200 gram. Dus ja, maar ja, 200 gram, 80 cent, dan keer 2, dus 1,60 per dag. 1,60 keer 5. Ik kan het niet meer. Ja, schatje. Mama kan je niet zo goed verstaan, lieverd. Dan moet je even goed zeggen. Wow. Ja, ik weet niet wat je bedoelt. Kan je het ook gebaren? Smeerworst met appelstroop. Op een broodram. Brood. Op een boterham. Op de boterham. Oké. Okay. Ik heb popcorn gemaakt alleen de pan is de pan niet meer in de pan. En nu dan? Ja, nu kan het niet eens meer. Nu zorgen dat het niet verbrandt. Oh, maar je zit echt tot de nok toe vol. Je zit echt tot de rand vol. Hoe kan dat nou? Ja. Hou maar. Dit is familieberaad. Familieberaad. Sfeers. Sfeers, koffietje erbij. Oh, zo lekker is dit. Een nieuwe van Simon Estate. Ja, we moeten wat dingen bespreken namelijk. Gaan wij met elkaar naar Amerika toe of niet? Gaan wij met z'n allen naar Amerika of ga ik in mijn eentje? En dat gaat dan over het tijdsbestek in juli? Ja, ja, het zou heel leuk zijn. We hebben de huizing al, omdat we daar natuurlijk gewoond hebben, kunnen we daar bij mensen verblijven voor 3 tot 4 weken. Dus dat is wel heel tof. Maar ik ben nu aan het reïntegreren en ik moet dan werken die week. De vakantie is dan al begonnen. Nee, dat is nog een week hier werken. Dat is de week voor de vakantie. Nou, dan is dat je antwoord. Helaas. Ja, maar dan hebben we ook oppas nodig voor de kinderen. Ja, in ieder geval voor die momenten. Dus we moeten even kijken wanneer jouw vakanties precies lopen. Ja. Ik kom wel na met 3 kinderen. Ja, dat is echt een hele goede optie. Alleen, ja, toch. Hoe ga je dat regelen? Ik ga niet met 3 kinderen in het vliegtuig. Ja, dan moet je een au pair meenemen. Die, maar dat is dan wel gelijk een hele heftige vakantie dan ook gewoon. Want dan, ja. Je gaat niet eventjes met de auto naar Noord-Frankrijk. Je gaat dan gelijk ook
Met het vliegtuig 10 uur vliegen. Met het vliegtuig 10 uur vliegen. En vervolgens met de auto, hè? Ook nog. Ja, en we moeten paspoorten dan regelen. Dus dat is gewoon... En dat is ook misschien wel een beetje gewoon te prijzig. Om echt als vakantie alleen maar die kant op te gaan. Ja. Kijk, omdat we daar een conferentie gaan volgen... Lijkt het mogelijk zijn dat in ieder geval een gedeelte namelijk al van die trip bekostigd zou worden. Ja. En dat maakte het 1-2'tje om met z'n allen die kant op te gaan. Ja. Omdat een gedeelte van jou en mijn tickets bekostigd worden. Ja. Helaas, ik ga wel volgend jaar. Ja. Zo gaat ons familieberaad. Nou ja, dat is wel heel, nou, dat is wel heel snel gedacht. Laten we het nog even uitzoeken. Proost. Proost. Wie is dat? Yay! Lollies in! Nee, daar zitten geen lollies in, maar dat pakketje gaan we even wegbrengen. Oh. Even branden, hè, voor ons bedrijf. Branden, ik bedoel reclame maken. Loop maar, schat. Jimmy wilde graag een lolly. En mama ook. Mama heeft het wel verdiend. Oeh. Net bij de psycholoog geweest. Het is trouwens woensdag. Dan gaan niet lollies in de winkel. Nee, lollies waren niet in de winkel. Dus we zijn even naar het tankstation gegaan. En ja, het was super intens bij de psycholoog. Ik weet niet zo goed wat ik wel en niet moet delen. Qua redenen. En... Maar ja. Het gaat allemaal iets te snel. Ik ben echt mega kapot van 1 uurtje al gisteren al op mijn werk komen. En ik moet daar echt niet voor boeten, maar ik moet daar echt van bij komen. Ik heb vanochtend en vanmiddag naar de psycholoog toe in de autorit door alle spanningen die eruit kwamen een paniekaanval trigger gehad. Is niet door een paniekaanval gekomen, omdat ik weet wat ik dan moet doen, maar de trigger was er. Mama, dus, mama, bij de wasstraat, dat ben ik eng. De wasstraat gaan we ook niet in. Doe maar lekker je lolly eten, schatje. Dit is vies. Ja, dus er gaat van alles door mijn hoofd. En dat is oké, dat hoort erbij. Maar ik ben ook net bevallen van een tweeling, ook al denkt men het is 8 maanden geleden. Het is thuis echt pittig zwaar. En ik ben nog -10 en niet op 0. En ja. En ik moet heel goed mijn grens aangeven. En dat durf ik nooit zo goed. En dat heeft allemaal weer met triggers van opvoeding en dingen mee te maken. Maar dan geniet ik weer zo als ik dit momentje heb met haar. Ik hou echt van mijn gezin. Ik hou zo van mijn gezin. Ja. Misschien slaat het helemaal nergens op wat ik nu zeg, maar ja, het zit er wel in mijn hoofd. Is het super intens. Ik heb wel mijn nageltjes lekker gedaan. Kijk, kijk! Dat helpt ook. Ja, samen in de wang. We gaan lekker naar huis en dan gaan we naar papa, naar de tweeling. En dan gaan we lekker eten zo meteen. Maar... Vooraf... Ja, deze gaan we lekker opeten. Het is donderdag, lieve mensen. Ik ben niet zo heel lekker, maar dat komt ook al mijn spanning die komt eruit. Ik ben al eigenlijk 2 dagen mijn eyeballs aan het uithuilen. Jongens en meiden, dames en heren. Het is zo lastig als je iets wilt, maar het lukt niet. En het is zo moeilijk uit te leggen en het is zo spannend en ik vind het zo eng allemaal. Want ik weet ook niet wat ik moet zeggen en wat ik niet moet zeggen. Wie er allemaal wel kijken, wie er niet kijken, wat er tegen me wordt gebruikt, wat er niet tegen me wordt gebruikt. Dat ik ook nog eens een YouTube kanaal heb, omdat me dat wel energie geeft. Maar ik ben altijd geweest van het eerlijk zijn. En ja, over mezelf. Ik ben gewoon eerlijk over mezelf, want maskertjes en performance en perfectionisme, dat ben er al done mee. En ja,
na dinsdag ben ik op mijn werk weer geweest. En ja, ik ben er zo gespannen over geweest dat het resulteert dat ik nu al 3 dagen helemaal kapot ben. Gisteren paniekaanval voor het eerst weer sinds weken in de auto gehad naar de psycholoog toe. En ik baalde toch, jongen, ik werd zo boos. Ik snap het al niet. Mijn psycholoog ook zei ook van Sanne, je zit nog gewoon op min 10. Je zit nog niet op 0 om ook nog eens dit te kunnen gaan doen. You are barely surviving thuis. Ik ben net een stukje weer dat ik me echt gelukkig voel. En dat ik het hier ook draaien heb. Dus sorry, snot everywhere, but I'm not sorry. Maar je wilt, maar het lukt niet. En het is zo raar. Het is zo intens. En ik pas ervoor dat ik weer in zo'n dieptepunt kom. Ik weiger dat. Mijn familie, ikzelf, ben daar te kostbaar voor. Dan boeit het me niet meer dat ik dan even geen juf meer kan zijn. Ook al zou ik dat... Geef me dan maar een plek achter het kopieerapparaat. I don't care. Maar goed. Belangrijkste is je veilig voelen bij mensen. Waar je je kan uitspuien. Waar je al je emoties kwijt kan. En even leuke dingen doen. Dus ik heb gisteravond weer even gekletst. En gepuzzeld met lieve familie. Mijn schoonzus en mijn schoonmoeder. En ga gewoon dit weekend iets leuks doen. Noetje en Jetje. Lekker kokrellen. Het is vrijdag. De week is weer voorbij. De enige echte vermoeidheid is er weer bij. Het was weer een leuke feestnacht. Hey, het is carnaval in Limburg, dus rood, geel en groen zijn de kleuren van vastelovend. Ik zal het even verkeerd zeggen, maar ja. Het is vrijdagochtend. Ja, als moeder gaat het leven gewoon door, jongens. Dan heb je geen weekend. Dan blijf je gewoon doorgenieten. Ik had ook slecht gedroomd vannacht. Maar ik had wel gedroomd. Want ik droom heel lang al. Eigenlijk niet meer, omdat je zo uitgeput bent, denk ik. Ik heb de was alweer gedaan. Ik heb boodschapjes even gedaan. Want het fruit was op, omdat ik nu bij van het fruit fruithapjes maak. Dus even dat halen. En de luiers waren op. Want de tweeling poept bij elkaar, wel geteld, allebei 5 keer nu op een dag. Dus ik ben 10 luiers kwijt op een dag. 15 luiers. Oh, wat gaat er in geld doorheen met die tweeling. Maar hey, we're still blessed. We kunnen het nog steeds allemaal aanschaffen. Vrijdag. Ik zou heel rustig aan doen, want ik ben ook nog best wel een beetje ziekjes. Mijn longen doen zeer. Oh nee, Lou. Is weer aan het huilen. Ligt er net 20 minuten in. Het is oké.
Dat is ook mijn eigen schuld, want ik heb hem zonder slaapzak erin gelegd. Nou goed. Dan gaan ze straks lekker om 11:30 naar bedje toe in plaats van 12:00. Kan ik dan eventjes tijd voor mezelf hebben. Maar ik heb de hele was al weggewerkt. Echt een berg was het, zoals je kon zien. Ben je ook binnen een kwartiertje mee klaar. Oké. Okay. Lekker lunchje. Lekker lunchje. Poffertjes. Noedels. Noedels. En ik heb even mijn favoriete programma. Nee. Huizen verbouwen. Het is middag. 3:00. Ik voel me net een kindercrash. Daar zit iemand in bad. Daar. Maar ik ga haar niet in haar blote naken helemaal laten zien. Hier ligt er iemand in de box. Ik present je wel Jess. De box is te klein nu voor hun allebei. En daar zit wel geteld Lou voor de baby tv aan tafel. En Libby zit lekker. Ook een baby geweest. Papa is ook een baby geweest, ja. Ik ook. Jij bent ook een baby geweest, ja. Ja. En Libby lekker in bad. Daarna de tweeling even hier lekker in bad. En dan kunnen die alweer naar bed. Life is going well today, gelukkig. Ik had vanochtend... Ik moet gewoon leren om weer met die gedachten goed te dealen. En te flushen. Door te spoelen. Wat gewoon niet oké is. Wat ik gewoon naast me neer moet leggen. Wat moet ik wel parkeren. Wat moet ik niet parkeren. En dus dan word ik altijd een beetje wat gespannen over. En nu is de tijd om daar heel goed mee aan de slag te gaan. Tijdens deze reïntegratieproces. Dus ja, ik vind het super spannend. Het is super kwetsbaar. Maar het maakt me wel echt weer tot een sterker persoon. Dus ik moet alles nu gaan omdraaien wat ik denk. Niet dat ik denk dat het gaat nooit over. Nee, het maakt me sterker. En dan heb ik alweer genoeg geleerd voor vandaag. Dus ja, this is how we roll. Ga lekker. Ja, ik heb mijn medio gebrand, maar dan nog. Maar ik weet niet hoe... Ja. Een randje. Laten we zien wat het doet. Even nog de randjes doen. Ik duizend puzzelstukjes puzzels aan maken. Ah. Dus het is echt super grappig hoe ze dan nu dat ook dan mee wil doen. Ja, nee, snap. Maar ook duizend, is dat gewoon... Voor rustig te worden. Voor rustig te worden, ja. Echt gewoon om even niet na te denken. Ja. 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 Dan toch tegen de gekomen. Ja. Hoi, Vegetel. Oh, wat leuk, Libby. Gaan de balletjes door de knikkerbaan? Ja. Dat heeft YouTube ook. Ja, dat heeft YouTube ook, ja. Al de leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiep en de piep. Hoera. Hiep en de piep. Hoera. Hiep en de piep. Hoera. Omdat opa jarig is, hè? Mag jij lekker een donut eten? Oh, goedemorgen. Het is alweer de maandagochtend. Vlogdag. Vlogochtend. Vlogtime. Deze deur... Oh, deze deur is niet... Jawel, deze deur is wel open. Libby is ziek thuis. We sliepen vannacht pas om 2:00 met haar. Ze heeft nu geen koorts meer. Ze had 3 dagen 39. Waar het vandaan komt, weten we niet. Ze had wel oorpijn. Maar... En het was heel rillerig. Dus heel erg veel trillen. Ik denk, nou, ik hou je nog lekker een dagje thuis van die peuteropvang. En daar heerst nu waterpokken. En die heb ik geen zin om ook nu in huis te hebben. Ik weet niet of ze, want ze heeft het al gehad, of ze het dan mee kan nemen en de tweeling kan aansteken. Maar anyway, ik sluit hier bij de vlog af. Het was een... Hele roerige, intense week. Ik heb gisteren niet echt gevlogd. Nee. En zaterdag... Ook... Jawel, zaterdag wel. Zaterdag waren we bij inderdaad hele lieve vrienden op visite. En Ava en Libby schelen maar een weekje. Dus dat is wel echt super leuk. Dat is echt super gezellig.
Maar gisteren hebben Stefan en ik echt even goed kunnen wandelen samen met z'n tweetjes. Want tijd samen is echt super important in dit soort roerige, dit soort roerige momenten van je leven. En het heeft echt heel erg geholpen omdat we gewoon ook getuned bij elkaar blijven en inchecken. Ook al is het echt ugly, pijnlijke dingen die je moet bespreken, maar het lucht zo op daarna. Dus het was echt heel goed. Gisteren echt ook weer rustig aangedaan. Ik merk gewoon dat ik heel moe ben. En dat is oké. Okay. Dus rustig aan doen. Ik hoop voor een betere week. En we gaan gewoon voor een betere week. En I bless you all. Ik wens jullie echt een week waarbij je je ook gewoon inderdaad weer gedragen mag voelen. Maar ook gewoon geliefd. En dat je... was gisteren zo mooi. Het woord van Marjolein, die sprak bij ons in de kerk. En die had het over gewoon praten met Jezus. Niet vragen, maar praten. Dus niet een standaard praatje doen van Heer, wilt u dit, wilt u dat? Of hebben we dit nodig? Maar gewoon praten met Jezus. Dus vragen stellen van Heer. Dus gisteravond hadden we aan tafel. Heer, wat bent u nu eigenlijk aan het eten? Samen met Libby. Gewoon, of wat vindt u van deze situatie? Of hoe ziet u mij op dit moment? En daar ga ik me meer in verdiepen komende week. Hoop jullie ook. En dat je je gewoon geliefd mag voelen. Oké. Okay. Bye bye. Tot the next time.